Emily Weijering uit IJsden was 36 jaar toen zij begin dit jaar overleed aan uitgezaaide borstkanker. Haar echtgenoot Ray, vader Chris, broer Juri en zus Alexandra deden mee aan de sponsortocht Tour for Life 2021. Zij fietsten van Noord-Italië naar Valkenburg, waar zij zondag 5 september aankwamen. Als team Emily haalde zij een mooi bedrag op voor het Daniel den Hoed Fonds. De totale opbrengst van deze sponsortocht was 1.163.000 euro. We zijn naar de 28e zijn we naar Bardonecchia gegaan in Italië. Van daaruit zijn de deelnemers in 8 etappes teruggefietst naar Nederland. Met een heleboel hoogtemeters. Het is een hele pittige tocht. Wij zijn als begeleidend team meegegaan. Mijn vader, mijn broer en ik. Omdat er geld is ingezameld, dus voor Tour for Life. Maar wij gaan speciaal mee voor Emily, mijn zus, die dit jaar is overleden aan de gevolgen van kanker. Deelnemers van Tour for Life zetten zich in voor wetenschappelijk onderzoek naar kanker. Daniel den Hoed Fonds gaat de strijd tegen kanker aan door de financiering van succesvol kankeronderzoek uitgevoerd door Erasmus MC Kankerinstituut. Ja, even onbeschrijfelijk sowieso dit hier, hoe ik nu ben aangekomen. Ja, ik ben Tour for Life gaan doen omdat Emily, mijn vrouw, vorig jaar ziek is geworden. Ze heeft borstkanker gekregen met uitzaaiingen naar de lever. En de prognose was toen heel slecht. En op een gegeven moment kwam het verhaal voorbij van Tour for Life. En toen heb ik aan haar gevraagd of het goed was of ik daar aan mee zou doen. Nou, toen zei ze gelijk dat moeten we doen. En toen vroeg ik ook van wil jij dan mee als mijn begeleidster? En dat wilde ze wel. De intentie was om deze toch met z'n tweeën te doen. Alleen is zij helaas op 9 januari van dit jaar overleden. En ik heb vanaf dat ze overleed heb ik haar moeten beloven om dit stukje wel af te maken. Dus we zijn vorige week vertrokken naar Italië. In de tussentijd hebben we wat geld ingezameld voor het onderzoek naar kanker. Je moest 2500 euro verplicht meenemen. Waarvan ik dacht, van waar ga ik dat in godsnaam vandaan halen? Maar uiteindelijk hebben we bijna 24.000 euro bij elkaar gehaald. En wat voor mij het belangrijkste is, dat als ik met dat geld één gezin kan helpen. Om te voorkomen, om te boeden voor hetgeen wat wij mee hebben moeten maken, dan is haar dood gewoon niet nutteloos geweest. En vandaar dat ik mijn been uit mijn lijf heb getrapt. En het was zwaar, maar de strijd staat in geen verhouding tot de strijd die zij en nog veel meer mensen die met deze ziekte te maken hebben moeten strijden. Dus niet samen meer op de fiets. Samen met Chris hebben we dit kunstje geflikt. Zonder zo'n begeleidingsteam, Chris en Alexandra en Juri, had ik dit ook niet gedaan. Dus chapeau en petje af.